Nou, zij is het boegbeeld van ons team. En toen deze nominatie aan de orde was, hebben we in het team daarover gesproken. En we waren unaniem en zeiden we van we gaan haar voordragen. Nou, ze is al heel lang bezig met het veranderingsproces van het onderwijs en het gebruiken van ICT in het onderwijs. Al heel lang bezig met OpenCourseWare bijvoorbeeld, om ons materiaal voor de studenten beschikbaar te stellen. En die enorme drive voor kwaliteit van het onderwijs die ze heeft, die inspireert ons team enorm om inderdaad de wereld te helpen met beter onderwijs. Maar ook tegelijkertijd ons eigen onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld doordat we toch heel intensief bezig zijn met het blended maken van onze opleidingen. Nou, visie en betrokkenheid, dat inspireert heel erg. Dus dat is een enorme inspirator. Maar aan de andere kant moet je ook dingen bouwen. Je moet ook zorgen dat er een budget is. Je moet zorgen dat er een team is. Je moet zorgen dat details ook op orde zijn. En daar voortdurend mee bezig zijn. En misschien is kennis van zaken ook wel een heel belangrijk element van Anka. Omdat ze snapt hoe het in elkaar zit. Ze heeft het netwerk in de wereld. En ze gebruikt dat op een fantastische manier om open en online onderwijs goed neer te zetten voor de universiteit. Om ICT in het onderwijs te gebruiken. En dat we voortdurend bezig zijn ons onderwijs te verbeteren. Als het gaat om ICT en onderwijsinnovatie, dan vind ik denk ik het belangrijkste dat het de toegang tot hoger onderwijs enorm kan verbeteren. En dat zien we hier ook aan de TU Delft. 1,2 miljoen learners online. Dat is gewoon geweldig. Mensen die anders geen toegang hadden gehad tot ons onderwijs. Ik zie dat het op de campus heeft geholpen om onderwijs veel zichtbaarder te maken. En daarnaast zie je dat er een enorm enthousiasme is gegroeid voor onderwijsinnovatie hier aan de TU Delft. En ja, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Innovaties aan de TU Delft? Nou, ja, ik zou bijna zeggen, wat gebeurt er niet? Alle faculteiten zijn actief waar het gaat om ICT en onderwijs. En allemaal wel met hun eigen invalshoek. Bij sommige faculteiten gaat het om efficiëntie. Want die hebben heel veel studenten. Dus dan, hoe kan je dan ICT gebruiken om onderwijs gewoon toch zo goed mogelijk aan al die honderden studenten te geven? Andere faculteiten zijn actief op het gebied van MOOCs bijvoorbeeld. En je hebt ook veel faculteiten die werken aan leven lang leren, dus professional education. Misschien nog één hele leuke is dat we ook bezig zijn aan een MOOCs for Credit programma met universiteiten wereldwijd. En wat we daarmee proberen te doen is wederzijds onze MOOCs aanbieden. Zodat studenten, onze eigen studenten van die betrokken universiteiten, er studiepunten voor kunnen krijgen. En daarmee stel je eigenlijk een enorm portfolio van vakken, van hele goede vakken die andere universiteiten hebben. Dat stel je open ook voor je eigen studenten. Waar ben ik nou het meest trots op? Ik denk toch wel die 1,2 miljoen learners online. En die mensen die anders geen toegang hadden gehad tot onderwijs, dat vind ik het allerbelangrijkste. Tweede is denk ik de reputatie die de TU Delft heeft in de wereld. Die is al heel erg goed op het gebied van onderzoek, maar die hebben we nu ook echt bevestigd op het gebied van onderwijs. Daar ben ik ook heel erg trots op. Mijn toekomstdroom waar het gaat om ICT in onderwijs? Ik denk het blijven bieden van toegang tot onderwijs is heel belangrijk. En ik denk daarnaast alle mogelijkheden die wij hebben om onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld als je kijkt naar ICT en Learning Analytics. En het feit dat je daarmee toch meer gepersonaliseerd onderwijs kunt vormgeven in plaats van one size fits all. Dat zie ik echt als een van de grote kansen. Ja, waarom heb ik die prijs nou gekregen? Ik vind het een grote eer. En ik denk dat het te maken heeft met drive en met passie. En heel hard werken. Maar om eerlijk te zijn, zie ik het vooral als een teamprijs voor alle collega's hier op de TU Delft.